Vincent, op een gegeven moment staat het 1-1 in sets. Je breekt Raymond dan in die derde leg. Wat gebeurt er daarna? Ja, nou ja, het hele wedstrijd door gaat niet lekker. En dan, het was gewoon heel erg hard werken om iets voor elkaar te krijgen. En, vanaf het begin af aan was het er gewoon niet. De hele wedstrijd door niet. En dan is dit het resultaat. Ik zag je nog een paar keer wat rekken met je schouders, net zoals je nu doet eigenlijk. Had dat daar iets mee te maken? Nou, ik ga dat niet de schuld geven, dat echt niet. Je had gewoon je dag niet? Ik had mijn dag niet en dan word je wat meer gespannen. En dan komt er meer spanning op je rug, maar dat heeft daarmee te maken. En het ging totaal niet soepel en ook niet met ingooien. En ja, het was gewoon allemaal gewoon vandaag net niks. En dan wordt het heel hard werken en dan moet je proberen dat je op een gegeven moment een bepaalde houding aanhoudt. Waar het wel goed gaat en die kreeg ik niet gevonden. Dat gevoel dat je zegt, het ging vandaag gewoon niet. Had je dat ook al na die tweede set toen je die boel uitgooide voor die 90 finish? Want je reactie toen was heel uitbundig. Daar dacht ik van, je gelooft er nog echt in. Ja, je moet wat, hè. Ja, uiteindelijk is dat wel zo. Ja, je probeert nog wat. En toen dacht ik van, nou ja, als ik nu ontspan en probeer te ontspannen. Zodat je rustig kan gaan spelen. Maar dat lukte niet. Ik heb geen één beurt ontspannen gegooid. En ik denk ook bijna geen 180 is gegooid. Het was allemaal niks. Weet je? Het was gewoon heel hard werken. En van Raymond was het ook niks. Ja. Ja, dan heb je twee geweldige wedstrijden hiervoor gegooid. En dan deze. Dat enorm frustrerend natuurlijk. Ja, natuurlijk is dat frustrerend. Maar ja, dat bedoel ik nou met waar je tegenaan loopt. Je bent het hele jaar bezig en proberen om beter te worden weer. En dan gooi dit je weer terug natuurlijk. Gewoon klaar. Dit is gewoon slecht. Maar aan de andere kant, je hebt ook weer twee hele goede wedstrijden gespeeld. Alleen het is gewoon voor mijn lijf. Ik moet beter op mijn lijf letten. En er moet meer gebeuren. Ik moet meer energie hebben. Want er zit meer kracht in. Dan krijg ik het allemaal beter bij elkaar. En ik weet waar het aan ligt. Maar ja, doe het maar dus dan.